Ik ben Sergio. Ik ben René. René is iets aan het doen op het toilet wat mogelijk een verandering kan brengen voor de rest van ons leven. Hij zegt al wat. Dat is wel heel snel. Oh, je bent zwanger. Je staat zwanger. Poepie. Toch? Je staat zwanger. Poepie. Oh nee, ik heb van een lopen disc. Ik moet het een lijf gaan. Poepie. Oké. Gefeliciteerd. Thank you, baby. Ik zei al eerder dan wij. Hoe lang? Ja, als die... staat op niks. Als die erop focust wel. En je moet dichterbij. Staat zwanger. En er loopt een zandlopertje. Poepie, je bent zwanger. Het is raar dat je dan gewoon ineens zegt zo... Zwanger. Geen streepjes of zo. Nee, het gewoon duidelijker kan niet. Dit duurt wel even, hè? Op. Twee tot drie weken. Nou ja, jullie zien het. We zijn weer zwanger. Ik kan weer verder gaan met de babykamer en zo. Nou, we zullen maar even wachten. Ja, maar, we waren vorige keer ook iets te enthousiast te snel. We did it again. Super sad. Super eng. Nou, dan lig ik weer. Opgestaan in de achtbaan. En gelijk een steen in mijn maag gelegd. Op mijn maag gelegd. Dat is al de derde keer dit. Eén keer... als ik op mijn werk... Toen werd ik ineens niet goed en toen wist ik nog niet dat ik zwanger was. Toen dacht ik echt, wat gebeurt mij nou gek. Vorige week. En vanochtend weer. Echt letterlijk alsof gewoon mijn hersenen omgekeerd werden. En echt gewoon bam, zo op mijn maag ook nog eens. Nou ja, donderdag voor het eerst naar de verloskundige. En dan gaan we het maar even aankaarten. Het schijnt vrij normaal te zijn, maar ja, het kan ook een oorzaak hebben. Dus ik ga even mijn hoofd niet te veel bewegen en mijn ogen. Hopelijk gaat het niet zo vaak gebeuren. Hoi lieve katties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En het is vandaag een hele spannende dag. Want we gaan weer naar de verloskundige. En voor de eerste keer. Ja. Voor de eerste echo. Dus waar het de vorige keer fout ging. Ja, precies. Dus we hopen nu op een veel leuker nieuws. Ik wil gewoon... Ik heb in ieder geval wel meer kwaaltjes, dus ik hoop maar gewoon dat dat een goed teken is. Want een baby zijn ook wel schoonheidsbeeldjes. Ja. Ja, vind ik wel. Ja. Ziet er mooier uit dan ooit. Glow. Oh. En misselijk. Maar niet te gek of zo. Hier moet je naar rechts. Ja. Dus, spannend, fingers crossed en hopelijk komen we zo terug met... Veel beter nieuws dan vorige keer. Ja. Gaan van mij, oh, ik heb zo'n buikpijn en een gloep, het is eruit. Dat is tenminste de eerste gedachte die ik had. En niet zoals het nu was gegaan. Dus, Mag ik nog iets verder? Anders blijft die vlakken terugkomen. Ja. Dat het meer vlakte dan vorige keer. Dank. Zet waarschijnlijk niks, maar ook iets op de makkelijke positieve zin.
goed is. Ja. Ik denk, vertel het je gelijk. Ja, precies. Ik denk alleen maar, hij is wel groter dan de vorige keer. Hele goede morgen. Ik ga even lekker kipsoepje eten. Maar ik wil ook eventjes mijn ouders bellen. Waarom? Omdat ze helemaal in Tilburg wonen en ik moet de hele week werken. En ik wil eigenlijk niet te lang meer wachten om te vertellen dat we al 9 weken zwanger zijn. Want dat is natuurlijk gewoon veel te leuk om te vertellen. Dus wat gaan we doen? We gaan de telefoon daar neerzetten en we gaan ze even WhatsApp bellen. Ik ga tijdens het gesprek ga ik ineens de echo op hem zo hiervoor zetten. Eens kijken of ze reageert. Ik denk dat ze het vrij snel zullen doorhebben, maar je weet nooit. Ga je kus? Ja. Ja? Is goed. Echt? Ja? Oh, wat fietsie had. Dankjewel. Zet hij dat ding daar niet in? Ik denk, hoe staat daar nou toch, zeg? Wat leuk! Ja? Proficiat! Dankjewel. Dus toen ze hier was, waren jullie toeristen al? Ja, tuurlijk. Maar ik had gehoopt dat jullie gisteren zouden komen. Ja, ik ook. Maar ik snapte het wel, maar... Is niet erg. Oh, wel leuk. Maar het hartje klopt. Hè? Het hartje klopt. Ah, dat hummeltje. Hoe ver is ze nou dan? 9 weken. Ah, oh, wel leuk. Ja, het was eigenlijk 8 weken, maar nu was het... Ja, dat is dan precies tegenovergesteld als de vorige keer. Het hartje klopt het en het was groter dan verwacht. En ja, ze heeft ontzettend veel uiterlijke schoonheden van het zwanger zijn, zeg maar. Ja, maar ik zag al wel iets, maar ja, ik durf het niet te zeggen. Maar ik wou eigenlijk zeggen, ben ik er ziek of zo? Of voelen wij het niet zo lekker of iets? Dat moet ik zeggen. Voor een keer. Want daar had ik niet aan gedacht, hoor. Ik dacht gewoon dat ze er eigenlijk niet goed voelen. Nou ja, ze voelt er eigenlijk inderdaad een stuk minder goed dan de vorige keer. Maar dat is goed. Dus ze is wel echt goed zwanger, dus... Ja, maar ja. Als je goede zwangerschapshormonen hebt, dan word je meestal wel misselijk en zo. En dat is alleen maar een goed teken. Ja. En vorige keer had ze dat helemaal niet, hè? Nee, ja, 1 dag. Dus we zijn heel blij. Zo. En wanneer is ze nou uitgerekend dan? 21 februari, als het goed is. Oh, ook in februari. Misschien wel op jouw verjaardag. Ja, ja, wie weet. Oh, leuk hoor. Ja, dus, maar ja, goed, alleen jij en Els weten het nu. Het ben ik helemaal heel te tot opnemen. Oma is blij. Zo, echt hartstikke leuk. Ja, zo, dat hebben we ook weer gehad. Het is wel spannend als eerste, hè? Ben je hem heel de tijd opnemen, zegt ze dan.
zou ik altijd kunnen weten. Mm-hmm. Nou, nu gaan we de volgende vertellen. Dus zwaai maar eventjes. Doei! Doei! Nou, hij werkt nog niet echt mee. Jouw volkszanger. Dus we gaan hem gewoon bellen. Hey, oude volkszangert. Italiaans Frans Bauer. Hoe is het? Goed. En dan komt zo. Oh. Ja, die komt alleen de koelkast af leeg. Koelkast leeg, hè? Ja, oh. Koelkast. Ja. Dan weg aan de kleine koelkast. Oké, oké. Hoe is het? Hoe is het met jou? Oh, pardon. Ben je vrij? Nee, ik moet zo werken. Tot hoe laat? Tot 10 uur. Late dienst. Maar is het niet goed? Was niet goed. Dichtbij is niet goed. Nee, maar ik zie je wel. Ja, dat snap ik. Die had in mijn neus. Dat wordt heel groot. Hey! Dat is een pasfoto. Ja, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hey. Leuk. Oh, leuk. Heel goed. Leuk. Mooi, hè? Gaat het allemaal goed? Nou ja, beter dan de vorige keer tot nu toe. Oké. Leuk. Ja, we hebben... Is René... Nee, René is werken, maar... we hebben nou... Eergisteren hebben we... in ieder geval gehoord dat het hartje klopt. En dat het... mooi aan het groeien is. En... ja, dat alles goed gaat. En dat als alles gewoon goed gaat, dan zou ze 21 februari uitgerekend zijn. Ah, 21 februari, ja, de 8e. Ja. Ja, ik heb wel... Mooie maand. Ja, het is nou 9 weken. Hoeveel? 9 weken. 9 weken? Oh, ja. Oké. Okay. Leuk. Alles mooi, hè? Goed. Alles goed. Ja. Mooi zo, papa. Papa zegt je. Ja. Kusjes aan René. Ja, doe ik. En ik spreek je snel. Ik zal straks wel even. Is goed. Doei. Ciao, ciao, ciao. Nou, je ziet het. Ouders zijn blij. Papa en... oh nee, dat is niet papa en mama. Dus opa en oma zijn blij. En ja, nu is het even wachten op de 3 maanden. Voordat we het aan iedereen gaan vertellen. Wat ook hartstikke leuk wordt natuurlijk. Dus... leuk, hè? Ik heb er zo zin in. Oké, ik ga me snel klaarmaken, want ik ga werken. Doei! Ja, dat was super fijn. Hoffie. Nu zien we alle keer zo. Ik zie Bartje. Ik zag het heel even, ja. Alive and kicking. Beweegt het nou ook echt? Ik ben bijna niet te ademen. Je ziet heel mooi het hartje kloppen. Gaat helemaal goed. Ik zie gewoon een gezicht, ja? Nu zie je twee dingen. Dat is mooi.
I just wanna see you.